is niet het boek waar de presentatie over gaat, het is een ander boek. Heb ik wel de alle namen veranderd. Dus misschien herken je wel de naam. Maar het is wel heel grappig. Ik heb wel kippenvel dat jij nou binnenkomt, Cynthia. Want volgens mij had jij ook verkering met een van de DJ's. Wat was jij dan? Je weet wie ik nu bedoel, hè? Bent u altijd zo streng? Vroeg Donnie, nog geen 3 jaar jonger dan ik, met een Leidse tongval, waarbij het lijkt alsof de letter R op een Amerikaanse wijze eruit rolt en de I klinkt als een Haagse N. Donnie had ondertussen netjes de rest van zijn cd's professioneel uitziende koffer opgeruimd. Er ontstond een gesprek. Hij sloot het DJ-hok af en gaf de sleutel ervan aan mij. Donnie vertelde dat hij vond dat ik gelijk had en de activiteiten tot nu toe altijd een puinhoop zijn geweest. Al die kleuters in hun showsruimte vond hij ook maar niks. Ik was nog aan het bijkomen van de verschillende reacties van ook andere kinderen en liep naar de ontmoetingsruimte die naast de showsruimte plaatsvond en pakte een emmer en een twijl en begon het plaswater op te dweilen. Ik heb dus ook meegemaakt dat de eerste dag dat ik ging werken als jongerenwerker, de jongeren de kraan hadden opengedraaid. Ondanks het vervelende start, gaf het gesprek dat zich spontaan plaatsvond met het kleine meisje met bruine ogen en DJ Donnie mij toch een moedig gevoel. Het was misschien geen leuke start zo'n eerste middag op mijn eerste baan, maar ja, ik wist dat als je duidelijk genoeg was, kinderen uiteindelijk beter naar je gingen luisteren. Donnie vroeg om een vergadering, zoals hij ook in het verleden had gehad met de kinderwerkster Monique. Goed idee! En ik zal er ook met Monique over hebben, want ik ben hier aangenomen voor de activiteiten, voor de meiden, voor de tieners en voor de jongeren. Dus de kinderen onder de 10 jaar, die mogen naar haar activiteiten. Donnie liep richting de ontmoetingsruimte en schoof aan bij wat andere mannen die daar aan de bar zaten. Ik wilde naar de keuken lopen en maakte de dwel en de emmer schoon. Bam! Ik schrok me dood. Ik draaide me verstijfd om en zag dat de barmedewerker een aluminium asbak vlak achter mij op de grond had gegooid. Wat een kutgeluid, dacht ik stiekem. Maar ik zei niks en draaide me met een strak uitgestreken gezicht en hartkloppingen om. Het voelde voor mij alsof ik van de soos erna in het zeer donkere hol van de leeuw was beland. Ik probeerde mezelf te sussen met de gedachte dat niemand aan me kon zien hoe ik van binnen wel degelijk was geschrokken en pakte met opgeheven hoofd de asbak op. Ik liep op de man af die achter de bar stond. Hij was wel zeker 2 koppen groter en 2 borstkassen breder dan ik. Met opgetrokken wenkbrauwen en een bijna opgerookt stukje check in zijn mond, keek hij schuin van achter zijn zonnebril me aan. Met een verbaasde blik alsof hij wilde zeggen: wat kom jij doen achter mijn bar? Trok hij tegelijkertijd zijn afgezakte spijkerbroek omhoog. Ik walgde ervan dat ik nog net een glimp van zijn bilnaad had gezien, die onder te veel te verkeerde model spijkerbroek door zijn bierbuik toch boven de bilnaad bleef zitten, slikte mijn angst in en ik zei: hallo, ik wil mij graag even aan u voorstellen. Werkt u hier achter deze bar? Wat mannen, die aan de bar zaten te genieten van hun glas bier, schoten in de lach. Nee, ik ben de directeur en ik heet Lodewijk. Toen voelde ik de warme gloed op mijn wangen tevoorschijn komen en maakte mijn zin af. Dag meneer de directeur, nou ik ben dus Chantal, uw collega, de nieuwe jongerenwerker en ik geloof dat er iets uit uw neus is gevallen. En ik drukte de asbak terug in zijn handen.